En dan gaan we een keer kijken naar een paar oefeningen die we vorige keer hadden behandeld. Herinner u, we hadden het gehad over de samengestelde experimenten. Enerzijds hadden we met of zonder teruglegging gezien. En we hadden al reeds een aantal oefeningen gemaakt. En ik had jullie eigenlijk gevraagd om een keer zelf een aantal oefeningen te gaan proberen. Die modeloplossingen die zitten intussen ook in het bestandje dat ik ook op Smart School heb gezet. Bijvoorbeeld oefening 3, was dat een beetje duidelijk? Is er iemand die daar een vraag bij had bij die loterij? Is dat een beetje gelukt? Of dachten jullie van, oei ja, ik heb het nog niet bekeken? Of hoe zien we dat? Is er bijvoorbeeld iemand die mij kan uitleggen bijvoorbeeld van waarom dat, of dat nu met of zonder teruglegging is in dat voorbeeld? Want dat is uiteraard de cruciale vraag in het begin. Zou je dat kunnen? Ja, zeg maar. Wat ik mij afvroeg was, allez, je weet hoe dat je het moet doen, omdat je weet dat bij het stukje teruglegging en niet teruglegging ligt. Dus, Juist. maar hoe kun je bij zo'n oefening weten dat je dat zo moet doen? Ja, dus wat dat typisch is aan alle oefeningen, moet dan een keer goed bekijken, aan alle oefeningen die we eigenlijk hier maken, dat is dat het gaat om een samengesteld experiment. En wat bedoelen we met een samengesteld experiment? Wel, dat is zeer eenvoudig te ontdekken. Het komt eigenlijk op neer dat je niet ene keer iets gaat doen, dat je niet één lotje koopt, hè, maar het verhaal is dat je er meerdere gaat kopen. En van het moment dat je meerdere van die experimenten na elkaar doet, zit je in dat verhaal met het samengestelde experiment en moet je je dus de vraag gaan stellen van, ja, is het nu, gaat mijn kans nu veranderen onderweg of gaat die niet veranderen onderweg? Dus eigenlijk, als je al die vragen bekijkt, als je kijkt naar de loterij bijvoorbeeld, daar gaat het over het feit dat je twee loten koopt, hè. Als je kijkt naar de knikkers, het voorbeeld dat ervoor staat, dan ga je vijf knikkers nemen. Al die vragen die hier staan, die zijn evident als je het maar één keer doet. Dat als je maar één keer dat uitvoert, dan is die kans heel eenvoudig te berekenen. Omdat je nooit moet de vraag stellen van, gaat die kans veranderen? Wordt dat teruggelegd of niet? Dus het is maar als je het een aantal keer na elkaar doet, dus hoe herken je dat? Doordat je het een aantal keer na elkaar doet, dan moet je altijd de vraag gaan stellen van, gaat dat nu onderweg veranderen, ja of nee? Dus dat kan eigenlijk een manier zijn om dat op die manier te ontdekken. Dus ik had u ook de vorige sessie gezegd van, die oefeningen zijn zeer herkenbaar. Je kunt daar eigenlijk niet, op dat gebied niet de verkeerde techniek hanteren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die vraag van het toelatingsexamen van juli 2015, dat is oefening 7 hier, hè. Ja, ook daar is heel duidelijk dat het gaat over dit soort experimenten. Waarom? Het gaat weer over het feit van we gaan drie van die zakjes uit de koelkast gaan nemen. We gaan er niet één uitnemen. Als je er één uitneemt, ja goed, dan is je vraag uiteraard evident. Het wordt maar interessant naarmate dat je zegt van oké, en als we er nu twee of drie of nog meer gaan nemen. Dus dat is eigenlijk een beetje de manier waarop je de context zou moeten herkennen. Is dat duidelijk? Okay. Nog vragen over de oefening 3 was in eerste instantie, dus de loterij. Dus dit is uiteraard bijvoorbeeld ook een verhaal waarbij dat je dus zonder teruglegging aan de slag gaat, hè. Dus hier gaat je kans onderweg gaan veranderen, hè. En je kunt dat ook zelf een beetje testen, hè. Dus bijvoorbeeld, ja, als je weet dat je 1000 loten hebt. En je hebt er 20 die succesvol zijn, die je een prijs opleveren. Ja, als je één lotje koopt, dan is je kans dat je een prijs hebt 20 van de 1000. Uiteraard. Maar als je er twee koopt, ja, dan weet je natuurlijk ook van het moment, stel je voor dat ik met mijn eerste lotje prijs had gewonnen. Hè, stel je voor dat ik prijs had. Ja, dan is met mijn tweede lotje natuurlijk die kans veranderd nu. Want ja, er zijn om te beginnen maar 999 loten meer. En aangezien dat ik met mijn eerste lot prijs heb gewonnen, ja, zijn er natuurlijk maar 19 prijzen meer. Dus als je met je eerste lot prijs hebt gewonnen, dan is je kans dat je die tweede lot prijs wint, is dat eigenlijk 19 van de 999. Dus dan zie je meteen, en heel eenvoudig, dat die kans wel degelijk is veranderd. Zie je? En dan mag je besluiten van, er is dus geen teruglegging. Dat is ook logisch, hè? Als je die lotjes koopt, ja, dan is het niet zo dat je er eentje koopt en dat je het terug in de pot steekt. Nee, dat eentje dat je gekocht hebt, dat hou je bij jou. Dat is van jou. En dat gaat altijd zo blijven. Het is niet dat je zegt van, ik heb het gekocht, ik ga kijken of ik prijs heb en dan steek ik het terug. Dat zou niet logisch zijn, uiteraard. Hè. Denk aan de lotjes dat je zelf verkoopt en dat werkt eigenlijk volgens hetzelfde systeem. Snap je? Oké. De volgende vraag dan bijvoorbeeld, hè, vraag 4, is belangrijk hier om het verschil te zien tussen die twee. Hè. Dus bij vraag 4, daar gaat het over, hè, een bepaald geneesmiddel wordt getest, de kans op bijwerkingen die is 0,2%. Ja. Nu, als je typisch dit soort zaken, heel vaak ook procentueel uitgedrukt, ja, dat leidt een beetje op het feit dat er hier wel teruglegging zal zijn.
Ja, dus je kunt het ook inderdaad ook als volgt hier een beetje gaan interpreteren. We hebben 1200 gebruikers. En je wil weten wat de kans is op bijwerkingen als je er bijvoorbeeld drie gaat onderzoeken. Ja, het is, als die in een bijvoorbeeld een bijwerking heeft, in die 1200 gebruikers, dan is er geen enkele reden om te gaan veronderstellen dat de anderen die daarop volgt, een ander percentage zal hebben. Dat percentage zal hetzelfde blijven. Die ene persoon die die bijwerking heeft, die zal geen invloed hebben op die andere persoon. Die dingen zijn onafhankelijk van elkaar. Het is niet omdat er degene die voor mij in een willekeurige pot van 1200 getrokken is en die blijkt bijwerkingen te hebben, dat heeft geen invloed op mijn gezondheid. Snap je? Dus in die zin is dat iets helemaal anders dan de tombola. Dus ik denk dat dat wel een heel duidelijk verschil is, uiteraard. Dus drie, vier, dus bij oefening drie, daar hadden we dus het verhaal zonder teruglegging, terwijl dat bij vier dat wel gaan doen. Dat betekent dus ook bij vier dat je bijvoorbeeld ook gebruik kunt maken van die functie op je rekentoestel. Daar was nog een vraag over, heb ik gezien. Er was een leerling die mij een mailtje stuurde van, ja, wanneer kan je dat gebruiken en wanneer niet? Ja, het is inderdaad zo dat het verhaal met teruglegging, dus als uw kans onveranderd is gedurende het meerdere keren het experiment doen, dat dan uw rekentoestel effectief kan gebruikt worden en snel kan gebruikt worden. Dus op basis van die twee commando's, die binom PDF en die binom CDF. Ik wil die ook nog een keer tonen anders aan jullie, hè? Want ik heb hier mijn rekentoestel een keer openstaan. Zien jullie dat? Waarschijnlijk wel, hè? Op dit moment, aangezien we aan het presenteren zijn, zou je dat moeten kunnen zien. Dus eigenlijk is dat ja, ongeveer de standaardvorm van een rekentoestel. En er was onder andere ook iemand die mij vroeg van, ja, waar vinden we dat nu eigenlijk weer precies terug? Wel, je hebt hier die toets, dus die second distribution. Dus dat moet je een keer gaan doen. En dan gaat dit schermpje zich openen. Dus mocht je je rekentoestel bij hebben, dan moet je dat maar een keer gaan proberen. Dus als je second distribution gaat doen. En dan moet je een beetje naar beneden gaan. Er staan er hier heel veel, hè. Het zijn allemaal kansverdelingen. Nu, we gaan er daar nog een aantal van bespreken. Er gaan er nog meerdere dit jaar aan bod komen. Maar degene die we nu nodig hebben, die staat eigenlijk een beetje naar beneden. Dus dan moeten we even gaan kijken. Voilà. En dan vinden we hier bijvoorbeeld die binom PDF. Dat is die binom PDF. En als we die even aanklikken, dus als we die enteren, dan betekent dus eigenlijk dat we, bij mij opent hij nu dit scherm. Dus dat betekent eigenlijk dat we nu een binomiale verdeling gaan onderzoeken. Dus binomiaal betekent de kans doorheen mijn samengesteld experiment verandert niet. Anders gezegd, we leggen het altijd terug. En dan kan je nu gaan onderzoeken wat bijvoorbeeld op, laat ons zeggen, 10 trials. Dan ga ik een voorbeeldje nemen. Dus ik kan hier bijvoorbeeld bij de trials kan ik 10 invullen. Ja, dat wil zeggen dat ik 10 keer na elkaar iets ga doen. Ik kan mijn succeskans gaan opschrijven. Laten we eens veronderstellen dat onze succeskans, heel eenvoudig voorbeeld, gooien met een muntstuk. Dus dan zou ik een succeskans kunnen hebben van 0,5. Ja, maakt niet uit of dat ik het bekijk vanuit kop of munt hier, hè, want het is uiteraard hetzelfde. En dus dat is de succeskans, P. En dan moet ik nog gaan opgeven van, ja, hoeveel keer wil ik succes? Ja. Bijvoorbeeld, als je zou zeggen van, ik wil daar op 10 keer wil ik 6 keer succes. Ja, dan zal hij dus voor u nu automatisch en snel die berekening gaan doorvoeren. Dus we gaan dan even op paste klikken, enter. Dan kom ik weer in dit schermpje terecht. Dus dat is die, ja, algemeen die NPX, dus het aantal keer dat het experiment uitvoert. Dat is die 10. De 0,5 is uiteraard de kans op succes. En dan, we wensen hier juist 6 keer succes. Als we dit dan gaan uitvoeren, dan zouden we het juiste antwoord moeten kunnen verkrijgen. Dus dat is die 0, ongeveer 21, dus iets van een 21% kans om dat te gaan doen. Natuurlijk zeg jij van, ik ga dat liever gaan berekenen zonder mijn rekentoestel. Ja, dan kan dat in principe ook, hè. Dan zou je moeten gaan zeggen van, oké, ik wil 6 keer succes. Dus als we die algemene kansverdeling gaan gebruiken, dan kan dat ook met een formule. Dus ik heb die 0,5. Ja, ik wil die 6 keer, dus ik moet dat uiteraard tot de zesde gaan doen. En dan moet ik gaan kijken, ja, ik heb wel 10 keer gegooid, ik wil 6 keer succes, dus dan zal ik 4 keer falen. Dus dat betekent dat ik 4 keer faal, maar falen is natuurlijk dezelfde kans. Dus weer 0,5. En dan kan ik die tot de vierde doen. Ziezo. En nu moet ik nog gaan kijken naar alle mogelijkheden natuurlijk om die 6 en die 4 door elkaar te gaan mixen, laat ons zeggen, hè. En dat deden we door dat anagram eigenlijk, hè. We hebben eigenlijk een anagram. Als ik 6 keer kop wil van 6 kaartjes en 4 muntjes, dus 6 keer K en 4 keer M.
En nu moet ik gaan kijken op hoeveel manieren kan ik dat door elkaar gaan husselen. En dat kunnen we dus makkelijk gaan doen. Hè. Dus dat doen we door C14 of C16. En waar vinden we dat terug? Kijk, voilà, dat is ook een mooie herhaling om het te laten zien. Dus we gaan vermenigvuldigen met die combinatie. We gaan voor de veiligheid haakjes zetten. Hè. We gaan eerst beginnen met de 10. Zo. Dus eerst begin je eigenlijk opnieuw met die trials. Dan gaan we onder maat eventjes gaan kijken waar we onder probability, dus dan moeten we naar rechts die NCR terugvinden. Dat is nummertje 3. Hè. Zien we dat? Nummertje 3. Dan gaan we dat aanklikken. En dan gaan we daar zeggen wat we nu precies willen. Ja, ik wou 6 keer succes. Ja, in principe kan je daar ook een 4 invullen. Hè. Dat maakt eigenlijk niet uit, want C14 en C16 die zijn uiteraard aan elkaar gelijk. En dan moet ik alleen nog mijn haakje sluiten. En als we nu gaan bevestigen, dan krijgen we perfect hetzelfde resultaat. Ziet u? Dus eigenlijk kunnen we dat op twee manieren doen. Ja, het is wel duidelijk dat die binom PDF zeker bruikbaar is. Hè. Zeker als het gaat over minstens en hoogstens. Je zou moeten doorhebben, als het gaat over minstens en hoogstens, dat we dan met de complementregel wel sneller kunnen gaan rekenen. En dan maken we niet gebruik van binom PDF, maar maken we gebruik van binom CDF. Die staat op dezelfde plaats hoor, dus ik wil het ook nog een keer snel tonen. Dus als je second distribution terug aanklikt, dan ga ik er even naar beneden hier, dan vonden we hier de binom PDF onder A en onder B vonden we de binom CDF. Nu, wat is het verschil? Een keer enteren. Opnieuw onze trials, hetzelfde voorbeeld, ik ga 10 keer gooien. Succeskans, onveranderd. Succeskans 0,5, ik wil kop bijvoorbeeld. X-value, ik ga opnieuw zeggen 6. Maar het grote verschil is nu dat we niet juist 6 keer succes wensen, maar dat we eigenlijk hoogstens 6 keer succes gaan wensen. Dus met andere woorden, 6 keer of minder. Dus als ik dit eventjes ga naar mijn scherm brengen, dan zie ik bijna hetzelfde als straks. Maar het grote verschil is nu dat we niet met de P, maar met de C zitten. Dus dat we niet enkel de 6 meenemen, maar dus ook de 5, ook de 4, ook de 3, ook de 2, ook de 1 en dus ook de 0. Dus met andere woorden, het spreekt voor zich dat deze kans een pak groter zal zijn. Zie je ook, hè? Deze kans is maar liefst 83% bijna. Dat is logisch, want je gaat al die gevallen bij elkaar gaan optellen. Je hebt in plaats van één geval, heb je er nog een extra gevallen 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dus je hebt nog 6 gevallen extra, dus logisch dat die kans uiteraard een pak groter is. Oké? Minstens 6 keer, dat staat niet op je. Maar dat is niet nodig, uiteraard. Maar je kunt altijd gebruik maken van de complementregel om een woord minstens om te zetten in hoogstens. Is dat duidelijk? Ik vond het nog een leuke toevoeging dat ik hier met dit programmaatje ook kan tonen hoe het effectief op de computer, of op, tenminste op je rekentoestel, gebeurt. Hè. Ça va? Oké, dan ga ik die even terug verbergen. En dan gaan we een keer kijken naar een volgende oefening. Dus we hadden die twee gehad. We hebben het kaartspel gehad, herinner u. Daar ga ik niet meer op terugkeren, denk ik. Het mondeling examen en de toelatingsproef. Die vraag van het toelatingsexamen was eigenlijk zeer eenvoudig, denk ik. Dat mondeling examen, is dat een beetje gelukt? Ik weet niet of je dat dan een keer geprobeerd hebt. Ook dat was een... bij dat je dus op zoek moest gaan naar de volgende kans. Dus ik ga 4 vragen gaan bekijken uit 4 verschillende hoofdstukken. Bereken de kans dat minstens 2 vragen goed worden beantwoord. Ja. Ja, een belangrijke vraag hierbij is het met of zonder teruglegging? Wat denk je? Zou dat hier met of zonder teruglegging zijn? Als je dit verhaal bekijkt, is er iemand die dat zou kunnen zeggen? Gaat mijn kans op succes veranderen tijdens dit verhaal of gaat dat niet veranderen? Is er iemand die daar iets over weet, met of zonder? Zonder teruglegging. Oké, inderdaad. Dat is gewoon de teruglegging, uiteraard, want het is inderdaad zo, ik kan dat weer eigenlijk vrij eenvoudig zien, het is inderdaad zo dat als je hebt maar 6 hoofdstukken ingestudeerd, maar je kent die perfect, dus ja, je weet, als je daar een vraag over krijgt, dan kan ik ze beantwoorden. Maar ja, een keer dat je een vraag daarover gekregen hebt, ja, dan is dat hoofdstuk wel weg, uiteraard. Ja, we gaan 4 vragen stellen, dus dat betekent, ja, als ik daar een vraag uit het goede hoofdstuk heb, ja, dan zal de volgende keer, als ik die kon goed beantwoorden, dan gaat de volgende keer die vraag uiteraard, of die kans uiteraard veranderd zijn. Omdat er een hoofdstuk minder is, hè, en enerzijds, en anderzijds ook omdat er natuurlijk ook een hoofdstuk minder is dat gekend is. Aangezien dat je 1 vraag had uit die 6 gekende hoofdstukken. Dus dat is altijd eigenlijk de vraag die je daar een beetje moet bij stellen. Oké, maar dus dat zou dan moeten gelukt zijn.
Goed, dan heb ik hier nog die twee vragen waarvan ik zei van ja, je mag daar een beetje mee wachten. Met die twee vragen over de Nationale Loterij, enerzijds, en laten we zeggen Ryanair, het vliegtuig, anderzijds. Omdat die iets moeilijker zijn. Ja, en die wil ik u wel een keer iets dieper gaan uitleggen, hoe dat die precies werken. Dus laten we daar nog een keer naar kijken. De loterij, kun je dat al een keer meegespeeld hebt. Het standaard systeem loterij heeft heel veel kansen spelen trouwens. Hè. Dus er zijn heel veel dingen op de markt. Hè. Maar dit is eigenlijk het oudste systeem. Dat betekent eigenlijk dat je in een reeks van vroeger 42 getallen, maar sinds 2011 45 getallen, dat je er 6 moet gaan aankruisen. Nu, belangrijk is, je gaat die 6 getallen gaan aankruisen. De volgorde waarin dat gebeurt, dat speelt uiteraard geen rol. Ja, dus uiteindelijk, ja, je kruist ze aan. Je zal niet zien achteraf welk getal je eerst hebt aangekruist en welk getal je laatst hebt aangekruist. Het is ook zo, als de tracking plaatsvindt, dan komen daar getallen uit de trommel. En die getallen die worden, als je dat ooit al een keer gezien hebt, die worden altijd gerangschikt van klein naar groot. Dus er is geen enkele reden om te gaan aannemen dat we ergens met de volgorde moeten gaan rekening houden. Het is ook zo uiteraard dat als je een getal aangekruist hebt, dat je het ook geen twee keer kunt doen. Hè. Je kunt het maar één keer aankruisen. Dus als je nadenkt in termen van taalproblemen, we hebben het eigenlijk ooit al een keer gezien, hè. Denk aan het mini-lotto-formulier, waarmee we ooit het verhaal van taalproblemen hadden opgestart. Dan zou je nog moeten herinneren dat we toen ook gezegd hebben van, ja, dat is een combinatie. Dat is een verhaal van combinaties, omdat je volgorde niet belangrijk is enerzijds, en anderzijds omdat er geen herhaling optreedt. Dus dat is al interessant om mee te geven. We gaan hier zeker en vast met die combinaties kunnen gaan rekenen. Met of zonder teruglegging? Wat denk je? Die vraag die stel ik even open naar jullie. Het verhaal van de lotto, zou dat een verhaal zijn met of zonder teruglegging? Dat ligt, dacht ik, redelijk voor de hand. Zonder. Uiteraard, ja. Zonder teruglegging. Hè. Ja, kijk maar naar zo'n trekking. Als zo'n balken rolt, dat balken rolt eruit, dan ja, het is eruit. Hè. Dus er is een balken minder. Ja, dat is één. En ja, er is een cijfer getrokken. Hè. Dat cijfer zit niet meer in uw trommel. Hè. Dus uiteraard is dat een kans of een experiment waarmee dat uw kans onderweg zal gaan veranderen. Oké, dan gaan we een keer kijken. Dus stel u voor dat we meegedaan hebben aan het spel en dat we een formulier hebben ingevuld. Ik heb hier links een voorbeeldje gemaakt. Ja, dus we gaan dat voorbeeldje een keer goed bekijken. Ik ga misschien een ander kleurtje nemen hier. Voilà. Dus wat heb ik gedaan? Dit is het voorbeeld. Dit zijn de getallen die ik heb aangekruist. Deze getallen. Dus ja, ik hou het zeer eenvoudig. Gewoon, trouwens, het maakt niet uit, voor alle duidelijkheid, of dat je nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 aanduidt, of jij gaat je getallen spreiden over die 45. Je hebt niet meer kans om te winnen, hè. Dus eigenlijk iemand die constant iedere week speelt met 1, 2, 3, 4, 5, 6, die heeft evenveel kans om te winnen als iemand die onderweg iedere keer zijn getallen verandert, laat ons zeggen. Ja, dus dat maakt eigenlijk niets uit, wiskundig gezien. Nu stel je voor dat ik deze getallen had aangeduid. 6 getallen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, ik kijk naar de trekking. En bij de trekking gebeurt het volgende. En nu moet je goed opletten, hè. Er komen 6 getallen uit. Laat ons zeggen deze 6. En er komt ook een reservenummer uit. Dat reservenummer is iets speciaals. Hè? Dat is iets waar we een keer goed moeten uitleggen wat de betekenis is van dat reservenummer. Dat reservenummer wordt ook een beetje apart gehouden. Dus dat wordt niet gemixt met die andere 6. Die andere 6, die eerste 6, die worden eigenlijk mooi gerangschikt van klein naar groot. Dat reservenummer komt apart te liggen. Oké, de vraag is nu, het is duidelijk dat ik winst heb. Ja, ik heb ergens iets gewonnen. Hè? Maar de vraag is in welke rang? En wat is bijvoorbeeld de kans dat dit optreedt? Dat zijn eigenlijk de twee vragen die ik wil gaan stellen. Eerst en vooral gaan we kijken naar de rang. In welke rang zitten we hier? Wel, als we goed kijken naar mijn getallen, dan stel ik vast dat ik 4 van de 6 getallen juist heb. Ja, als dit de winnende getallen zijn, dan ben ik erin geslaagd om 1, 2, 3 en 4 juist te hebben. Nu, de andere, die heb ik niet. Dus ik zie die 2, die heb ik niet. Dat is niet gelukt. Dus ik heb er 4 van de 6 juist, zou je denken. Maar, belangrijk om mee te geven, ik heb ook het reservenummer juist. Dus ik heb niet alleen die 4 van de 6 juist, maar ik heb ook het reservenummer juist. Dus met andere woorden, als we een keer gaan kijken, dan heb ik volgens mijn schema dat hier staat, prijs in rang 4. Want dat is de betekenis van dit schema. Rang 4 betekent dat je dus 4 juiste nummers hebt en het reservegetal correct. Oké,
is dit in eerste instantie duidelijk. Want dat is wel belangrijk dat je een beetje snapt hoe dit werkt. Ja, dat is het officiële systeem van de lotto. Oké, nu gaan we een keer die kansberekening gaan doen. En we gaan bijvoorbeeld die kansberekening een keer uitvoeren voor deze rang. Voor deze rang 4, dus met juiste nummers 4+. Nu, wat wil dat eigenlijk zijn? Eerst en vooral, het is een experiment zonder teruglegging. Dus het is wat we genoemd hebben een hypergeometrisch experiment, herinner u. Dus we kunnen rechtstreeks onze formule van Laplace toepassen. En dan moeten we in eerste instantie op zoek gaan naar onze noemers. Die noemer is het eenvoudigste, uiteraard. Oké. Dan moeten we ons de vraag stellen, op hoeveel manieren kan ik 6 getallen gaan selecteren uit 45? Dus wie heeft een idee wat de noemer zou kunnen zijn in deze breuk? Dus herinner u, wij gaan 6 getallen aankruisen uit 45. En ik wil, eigenlijk weten, hoeveel formulieren kan ik binnensteken? C6 uit 45. Uiteraard. Dat zijn er C6 uit 45. Dat is prima. Dus onze noemer die ligt vast. Eigenlijk, dat hebben we trouwens ook al gezien, in al die oefeningen. Hè. Ik vraag je om hier de winstkansen te gaan berekenen in elke rang. Maar goed, eens die noemer vast ligt, dan is dat altijd voor elke rang identiek uiteraard. Dus altijd C6,45, want je gaat altijd 6 nummers uit 45 gaan kiezen. Ja? Oké, dan gaan we nu gaan kijken van, wat is mijn teller? Nu, wat wil ik in mijn teller staan hebben? Nou, in eerste instantie moet ik 4 juiste nummers hebben. Oké, nu, er zijn 6 winnende getallen. Ik wil er 4 van de 6 juist, dus wat gaat er zeker in mijn teller staan? Die C46. Die zal daar zeker aan vast moeten instaan. C46. Nu, wat heb ik dan nog? Dat is niet het enige, die 4 van de 6 die ik juist heb. Dat zijn deze 4 uiteraard, 1, 2, 3, 4. Maar ik heb ook het reservegetal juist. Zie hier. Dus het 5e cijfer dat ik eigenlijk ook juist heb, is dat reservegetal. Nu, er is maar 1 reservegetal. Ja, en ik heb dat juist toevallig juist. Dus heb ik C46 maal, als je zou willen, C11. Ja, maar C11 is gewoon 1. Hè? Maar je hebt maar 1 reservegetal en je hebt het toevallig juist. 1 van de 1. Dus C46 maal 1. Want dat heb ik juist. En tot slot heb ik er ook 1 helemaal fout. Het element dat ik hier helemaal fout heb, uiteraard, dat is die 5. Hè? Die 5 die treedt nergens op in het verhaal. Dus die is nergens bij de winnende gevallen, nergens bij de reservenummers. Is er iemand die mij zou kunnen zeggen op hoeveel manieren ik die 5, hè, wat het resterende aantal mogelijkheden is? Die 5 is een fout getal, maar ja, hoeveel getallen kan ik daar eigenlijk gaan invullen die fout gaan zijn? Dat is eigenlijk de vraag die ik u stel. Hoeveel getallen kan ik daar gaan invullen die fout gaan zijn? Op de plaats van 5. 40? 40. Nu ga ik even nadenken. Ik had 45 getallen. Hoe komen we dan aan 40? Min 4 van de winnende en min 1 van die reserve. Oké. Maar, pas op, hè. Je zegt 4 van de winnende. Maar moet ik goed kijken, de winnende getallen, dat zijn er geen 4, hè. Ik bedoel, de winnende getallen, dat zijn er 6, zoals ik zie. Ja. En ook nog het reservegetal. Dus ik denk dat jullie... Ja? 38. Dan is het... Sorry, ik heb het niet gehoord. 38. Dat is juist. Ja, oké. Okay. Dus je redenering was goed, maar je keek eigenlijk naar de verkeerde verzameling, denk ik. Dus eigenlijk komt het erop neer, die 5 is een volledig fout getal. Nu, een volledig fout getal, dat betekent dat het niet winnend is. Oké? Okay? En dat betekent dat het geen reservenummer is. Nu, er zijn 6 winnende en 1 reservenummer. Dus dat betekent dat er 7 mogelijkheden wegvallen. Dus eigenlijk moet ik dat nog een keer vermenigvuldigen met 38, met... Als je wilt, C1,38. Dit is de winstkans in rang 4. Nu, we gaan er een keer een aantal andere rangen bij nemen. Hè. Ik heb daar ook mijn bord nog een keer bij gehaald. Jullie hebben dat misschien al een keer gezien. Omdat dat eigenlijk ook al in de, ja, in de slideshow stond. Hè. Dus ik heb die nog een keer benadrukt. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar rang 1. Rang 1 is een heel eenvoudige rang. Hè. De winst in rang 1 bijvoorbeeld. Merk de noemer op. Hè. Kijk, de noemer. C645, overal hetzelfde. Dus dat is hier zo, dat is bij rang 2 zo, dat is bij rang 3 zo, en dat is altijd zo. Dat is natuurlijk geen enkel probleem. Nu, als je winst hebt in rang 1, kan ik je terugkijken naar mijn voorbeeld. Wat betekent dat eigenlijk, winst in rang 1? Ja, dat betekent eigenlijk dat mijn getallen exact overeenstemmen met de winnende getallen. Dus dan zou ik moeten als winnende getallen 1, 2, 3, 4, 22 en 23 aangeduid hebben. Met andere woorden, het reservenummer
heeft bij rang 1 geen enkele waarde. Daar kijkt men niet naar. Dat heeft geen enkele toegevoegde waarde. Ja, dus daar moet je niet naar kijken bij rang 1. Dus dat betekent, ja, wat is de kans dat ik daar winst heb? Ja, dus eigenlijk C6-6. Ik moet gewoon 6 van de 6 juist hebben. Dus kortweg 1. Ik heb 1 kans op C6-45 om dat juist te hebben. Maar ik hoop dat dat een heel kleine kans is dus, om dat juist te hebben. En nu moet ik je goed kijken naar het verschil tussen rang 2 en rang 3. Want soms zijn de leerlingen die mij vragen van, waarom dat reservegetal? Wel, dat reservegetal speelt een rol, zorgt er eigenlijk voor dat we niet, dat de kans niet te snel vergroot als we van rang 1 naar rang 2 zouden gaan. Moesten we dat reservegetal niet hebben, dan zou die kans veel te snel groter worden. Ik zal je dan een keer uitleggen voor rang 2. Wat is rang 2? Rang 2 betekent, ik kijk even terug naar mijn opgave, dat ik 5 cijfers juist heb en het reservegetal. Oké? Okay. Dus als ik die teller wil gaan berekenen, wat moet ik dan hebben? Dan heb ik 5 van de 6 juist. 5 juiste cijfers uit de 6 die winnend waren. En nu komt het. En mijn laatste cijfer is eigenlijk geen foutcijfer. Eigenlijk zou je het zo niet interpreteren. Nee, mijn laatste cijfer is eigenlijk het reservegetal. Dus het is niet echt fout. Ah nee, want het is ook getrokken. Het is het reservegetal. Dus het is C1-1. Dus weer, ja, gewoon 1. Hè. Het reservegetal is juist. Nu, dat wil zeggen, moet je goed kijken naar rang 1 en rang 2, dat de kans om in rang 2 te winnen, C5-6, is gewoon 6. Hè. Dus de kans om in rang 2 te winnen, die is gewoon 6 keer zo groot. Als de kans dat je in rang 1 wint. Snap je? Dus die is iets groter, die kans, maar niet overdreven veel groter. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Als je dat vergelijkt met rang 3, rang 3 is gewoon, we hebben 5 cijfers juist. 5 cijfers juist, dat betekent uiteraard dat uw laatste cijfer echt volledig verkeerd is. Ja, dus 5 cijfers juist, dan moet uw laatste cijfer volledig verkeerd zijn. Als we dat gaan bekijken, dan zien we dus opnieuw die C5-6. Maar nu komt het grote verschil. Ik heb een foutcijfer en fout betekent niet winnend en geen reservegetal. Dus is die kans 1 uit 38, of tenminste is die het aantal getallen is 1 uit 38. Oké, is dat duidelijk hoe dat de lotto werkt? Dat is voor alle duidelijkheid, dat is zoiets, ik zou je dat nooit kunnen op een vraag zomaar stellen, dit, als examenvraag, zonder dat je zou weten hoe dat de lotto perfect werkt, hè. Dus, maar ik vind het wel interessant om een keer te laten zien van, ik denk dat je dat misschien niet wist, hoe dat precies in elkaar zit. En nu weet je dat wel, hè. Nu kun je zeggen van, dat reservegetal heeft een nut, hè. Ja, dat reservegetal zorgt ervoor dat je niet te rap springt, dat je kans niet te snel te groot wordt. Ja, maar dat je zo'n beetje geleidelijk aan een opbouw hebt. Ja, dat is eigenlijk een beetje het idee van dat reservegetal. Duidelijk? Oké, prima. Dan hebben we nog één oefening. En dat was het verhaaltje van Ryanair. Dat is ook wel mooi, omdat dat wordt ook in de praktijk echt wel toegepast. Ja, het gaat over dat laatste. Dus we hebben 120 zitplaatsen, stel je voor. We gaan met het vliegtuig op reis. Dat zal nog even duren, die we dat kunnen, hè, mensen. Maar goed, terug kunnen. Hè. Ik heb 120 zitplaatsen. Nu, men weet het ervaring, en dat is een cijfer dat redelijk goed klopt, gemiddeld 2,5% komt niet op daar. Dat is een gemiddelde, maar dat is iets dat men proefondervindelijk vaststaat. Ja, hoe komt dat? Door onverwachte dingen, hè, mensen. Je bent ziek, er is een onverwacht overlijden, of je bent zelf overleden, stel je voor. Het zijn allemaal zaken die kunnen. Nu, om dat een beetje op te vangen, gaat de maatschappij 125 tickets gaan verkopen. Dat is eigenlijk te veel. Nu, waarom doen ze dat? Wel, het is voor die maatschappij veel voordeliger, zeker voor Ryanair, hè, voor dat soort bedrijven, is het veel voordeliger om mensen te moeten teleurstellen, en u aan de grond te zetten, en te gaan zeggen van, schrijf u in voor een volgende vlucht, we gaan u eventueel een overnachting betalen. Dat is voor die maatschappij veel voordeliger dan te gaan zeggen van, we gaan met een vliegtuig op pad waarbij dat er lege zitplaatsen zijn. Want elke zitplaats die leeg is, ja, is eigenlijk potentieel een gigantisch verlies voor die maatschappij. Ze willen dat niet. Ze willen eigenlijk dat hun vliegtuig vol zit. Ze kunnen uiteraard niet meer dan 120 mensen meesturen, dat weet ik wel. Maar 119 of 118 of nog minder meesturen is echt een gigantisch probleem. Ja, dat willen ze ten alle kosten vermijden. Dus wat doen ze? Ze gaan een beetje risicospreiding doen. Ze gaan meerdere tickets gaan verkopen en ze gaan hopen dat er een boel mensen niet komen, waardoor dat een beetje uitgeëffend wordt. Snap je? Dat is eigenlijk een beetje het idee van die vliegtuigmaatschappij. Dus wat wil ik nu doen? Ik wil twee kansen berekenen. Ik wil wat enerzijds... doe je dan als iedereen komt? Ja, oké.
Wat doen ze als iedereen komt? Dan zijn we daar maar 125, dan gaan ze 5 mensen gaan teleurstellen. En dan gaan ze tegen 5 mensen, wie dat dan is, dat weet ik niet, hè, maar dan gaan ze effectief tegen 5 mensen gaan zeggen van, sorry, maar jullie kunnen niet mee, er is dan altijd iets gebeurd, hè, bla bla bla, maar jullie moeten een andere vlucht boeken. Dat kan dan meestal de dag zelf nog, hè. Snap je? Er zijn dan nog veel vluchten, dat wel in principe oplosbaar is. In het slechtste geval gaan ze hun overnachting cadeau doen. Maar dat is voor dat bedrijf, die overnachting cadeau doen voor die 5 mensen, dat kost in principe niets, in vergelijking met het feit dat we u met te weinig mensen zouden de lucht insturen. Want het zijn die plaatsen die duur betaald zijn. Wordt in de praktijk gedaan, hè? Geloof me. Nu, we gaan een keer zien wat dat oplevert voor kansberekening. Een eerste belangrijke vraag, is dat met of zonder teruglegging? Daar hoor ik jullie graag een keer. Is dat met of zonder teruglegging? Belangrijk is dat je dat verschil goed duidelijk begint te worden. Hè? Dan met zonder teruglegging? Met. Okay. Met. De meningen zijn verdeeld. Meningen zijn verdeeld. Oké, we gaan de proef op de som doen. Stel je voor dat ik niet mee ga. Dus dat ik om een of andere reden, dat ik een goede reden heb om niet mee te gaan op die vlucht. Ja, er is een kans van 2,5% dat ik dus niet kom opdagen, stel je voor dat ik niet ben opgedaagd. Heeft het feit dat ik niet ben opgedaagd, heeft dat invloed op het feit dat iemand anders gaat opdagen of niet opdagen? Heeft dat invloed? Het feit dat ik er niet ben, heeft dat een gevolg voor iemand die bij mij ook op de vlucht ergens willekeurig op die vlucht zou zitten? Nee, hè? Nee, nee, dat heeft geen invloed. Het feit dat ik zou ziek zijn, heeft geen invloed op het feit dat er iemand anders een reden heeft om ook aan de grond te blijven. En te zeggen van, ik kom niet op daar. Dus dat gemiddelde, je ziet het ook weer een beetje in de vraagstelling, vind ik. Als je dat bekijkt, hè, er staat zo weer uit ervaring dat gemiddeld 2,5% niet komt opdagen. Dat is zo'n getal, dat is zo'n gemiddeld cijfer, waarvan je ook aanvoelt van dat dit gaat niet veranderen onderweg. Ik bedoel, dit cijfer is een gemiddelde. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat ze dan na een paar jaar een keer terug evalueren, maar voor één vlucht gaat dat in principe niet veranderen. Dus die 2,5% die gaat eigenlijk iedere keer teruggelegd worden. Daar komt het eigenlijk op neer. Oké, dus we kunnen wel degelijk verdedigen dat dit een probleem is met teruglegging. Nu gaan we twee kansen gaan berekenen. Enerzijds de kans op overboeking. Ja? Dat we zeggen er dagen meer dan 120% of 120 passagiers op. Dat is eigenlijk iets dat het bedrijf, Ryanair in dit geval, eigenlijk vinden ze dat niet zo erg. Ja, eigenlijk, als dat zo is, ja goed, dan gaan ze die mensen thuis zetten. Dan gaan ze zeggen tegen die mensen, jullie gaan niet mee, een andere vlucht, of we geven nu een overnachting. Maar in principe mag die kans dus vrij hoog liggen. Die gaan we berekenen. Anderzijds willen we de kans berekenen dat er plaatsen leeg blijven. Die tweede kans die moet klein zijn. Oké, okay, want dat willen we niet. Met dit systeem willen we die kans klein houden. Dat is het idee. Dus we gaan een keer gaan proberen. De kans op overboeking, dat we zeggen, meer dan 120 passagiers. Laat ons een keer zien wat dit zou kunnen betekenen. Even kijken hier, dat we de juiste dingen doen. Hier nog ergens een schermpje staan. Hè. Voilà. Wat is eerst en vooral dus met teruglegging, zoals dat we gezegd hebben? Ah, dat wil ook zeggen, als het met teruglegging is, mensen, is het binomiaal. En we kunnen ons rekentoestel gebruiken. Dat is handig. Ja? We gaan dat proberen te doen. Hè. Dat is handig, handig. Nu, wat is overboeking? Overboeking is... Ja, er zijn meer dan 120 passagiers. Pas op, lees het goed, hè. Meer dan 120, dat we zeggen minstens 121. Ja, dus dat moeten we goed interpreteren. Dus minstens 121 passagiers. Kan ik nu al mijn rekentoestel nemen? Nee, want minstens staat niet op uw rekentoestel. Daar heb ik u al uitgelegd. Dus wat moeten we dan doen? We moeten gebruik maken van die complementregel. Wat is het complement van minstens 121? Dat is hoogstens 120, dus dat is 1 min de kans op hoogstens 120 passagiers. Dit cijfer, die kans op hoogstens 120 passagiers, die gaan we direct kunnen berekenen met ons rekentoestel. Dat weten we. Dankzij die binom CDF. Nu moeten we gewoon nog de juiste getallen invullen. We willen weten hoeveel trials. Met andere woorden, we willen weten ja, hoeveel mensen komen in aanmerking, hoeveel ticketten zijn verkocht. In mijn verhaal, dat zijn er 125. En dan, klein addertje onder het gras. Als ik zeg van hoogstens 120 passagiers, dan zijn dat mensen die komen opdagen. Hè? Dat zijn mensen die er zijn. Ja, vergeet dat niet. Dus je hebt een kans dat je niet opdaagt van 2,5%. Dus dat betekent de kans dat je opdaagt, dat die 97,5% is. Dus hier moet je wel een beetje opletten. Je kans op aanwezigheid is 0,975. En dan hoogstens 120. Dus dat is de betekenis van die hoogstens 120.
als we hier ons rekentoestel moeten maar een keer proberen thuis, hè. Maar als je dit uitrekent, dan vind je dat dat bijna 80% is. Dat is veel, hè. Dat is veel, hè. Dat is 80% kans op overboeking. Dat betekent dat in de praktijk heel veel mensen worden teleurgesteld. Ja? Zo zou je het kunnen interpreteren. Maar nu komt mijn tweede berekening. Die gaat op zoek gaan naar de kans op lege plaatsen. En dat wouden we zo klein mogelijk krijgen. Liefst klein mogelijk. Lege plaatsen betekent dat er maximaal 119 zijn. Dat er 119 zijn of minder zijn. Dan heb ik lege plaatsen. Dus hoogstens 119 passagiers. We hebben geluk. Kunnen we meteen doen met het rekentoestel. 125 tickets, 0975, kans op opdagen, maximum 119. Ik vind een kans van 9,44. Dus die kans die is voor het bedrijf relatief klein in vergelijking met de kans in onderdeel A. En dat is eigenlijk de essentie van het verhaal. Het zou natuurlijk ideaal zijn, moesten die beide kansen heel klein kunnen zijn. Maar dat gaat natuurlijk niet, hè. Want als je de ene kans klein wilt maken, dan ga je de andere kans groter maken, uiteraard. Je kan die kans op lege plaatsen kleiner maken, door uiteraard te gaan zeggen van, we gaan meer tickets gaan verkopen. In plaats van 125 gaan we 130 gaan verkopen. Maar natuurlijk, dat heeft dan natuurlijk de downside is dan uiteraard dat je veel meer kans hebt op overboeking en dat je nog meer mensen gaat moeten teleurstellen. En dat is nu ook niet de bedoeling. Dus ergens moet er een evenwicht gevonden worden tussen hoeveel tickets gaan verkopen voor een vliegtuig dat 120 passagiers stelt. En dat is geen eenvoudige oefening en eigenlijk pure statistiek, zoals dat we nu gezien hebben. Of pure kansrekenen, moet ik eigenlijk zeggen.